Het wist zo goed als alle sporen. Een auto in de fik steken is een populaire methode bij criminelen. In deze Volkswagen Caddy werd eergisteren het lichaam van de vermoorde Nabil Amzib aangetroffen. Maar bij deze auto bleef het niet. Je moet een beetje zoeken, maar als je goed kijkt zie je hier nog echt wel de restanten van een stevige autobrand. Glas op de vloer, zwarte roetvegen overal en een versmolten lampje. Het was een keiharde knal en een enorme vuurzee. Heel veel mensen werden er wakker van. Ik werd wakker van een knal. Ik dacht eigenlijk, nou, dat zullen de buren wel zijn. Maar toen begon de hond te blaffen. Dus toen ben ik er meteen uitgesprongen en naar buiten gekeken. Werd er ook gelijk aangebeld. Toen zag ik hier die vuurgloed. En toen gaan we naar beneden, auto wegzetten. En het is gelukkig net op tijd gelukt. Inmiddels blijkt dat ook deze tweede uitgebrande auto gelinkt kan worden aan de moord op Nabil Amzib. Wellicht gaat het om de vluchtauto, maar de politie wil dat niet bevestigen. Gisterochtend vonden wij een uitgebrande auto op de Kelbergen in Zuidoost. We hebben onderzoek gedaan, zowel forensisch als tactisch onderzoek. We hebben inmiddels kunnen concluderen dat deze auto te linken is aan het onderzoek naar Nabil Amzib. Het hoofd van Nabil Amzib lag gisteren voor deze shisha-lounge in Amsterdam. Waarom uitgerekend hij het slachtoffer van deze brute moord is geworden, is nog onduidelijk. Dit zegt zijn broer tegen de Amsterdamse zender AT5. We weten van niks. We snappen niet waarom hij. Hij was geen crimineel. Maar echt een lievertje was hij ook weer niet. Amzib was een bekende van de politie.